Dit programma van Leiden Amateurvoetbal wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Lieve mensen, welkom bij Voorrotte op deze bijzondere middag. We heten de scheidsrechter welkom en we heten de nabestaanden welkom op deze middag. En voordat de wedstrijd een avond neemt, vragen wij u 1 minuut stilte in acht te nemen in verband met het overlijden van Floris van Dam en zijn partner Roos van der Beckerin. En zoals gezegd gaat u kijken naar de wedstrijd Voorrond tegen Aalsmeer. Ik geef u de opstelling van Aalsmeer. Het mag duidelijk zijn, we zijn in voorhoud bij de wedstrijd Voorholte tegen Aalsmeer in de tweede klasse D. Met een indrukwekkende minuut stilte voor het tragische ongeluk vorige week in Duitsland. Waarbij Floris van Dam en Rosanne Beckerin onder andere om het leven kwamen. 4 personen vonden de dood een hele trieste gebeurtenis. Wat natuurlijk heel aangrijpend is voor de club Voorholte. Waar kinderen van deze 2 mensen bij de club spelen. Voorholte tegen Aalsmeer, ja, dan wordt er uiteindelijk gevoetbald. De overgang is groot. Maar goed, Voorholte wil er uiteraard wel alles van maken. Om er een alsnog plezierige middag van te maken. Met een 3-punter tegen de koploper Aalsmeer. Dat al 7 wedstrijden op rij won. Daar met de eerste pogingen. Met een schotje van Gilano Eiken. Maar dat is een makkelijke prooi voor Piet Meeuwissen. 7 keer op rij won Aalsmeer. De ploeg staat inmiddels toch, mogen we zeggen, stijf bovenaan. Dat is een pittige overtreding daar van Axel Wendt. Daar kan zomaar een kaart worden getrokken. Ja, dat is echt een hele pittige. Het zal niet moedwillig zijn gebeurd. Maar daar komt dan inderdaad wel een gele kaart aan. Nou, komt Wendt misschien wel goed weg namens de koploper. Voorholte dan daar met Sam Lemmers. Heeft er iets te veel tijd nodig. Dan een inzet van Joost Jansen. Die wordt gesmoord. En dan kan Aalsmeer aan uitverdedigen denken via Mike van Dam. Dat lukt dan uiteindelijk niet. En is Voorholte weer in balbezit met Joost Jansen. Die altijd graag indribbelt. Geeft daar een paasje op Lemmers. En dan komt dat 1-2 niet geheel uit de verf. Vrije trap voor Aalsmeer vanaf de rechterkant wordt binnengeslingerd. En met heel veel moeite Meeuwissen en dito veel moeite daarvoor Sam Lemmers. Maar ze komen met de schrik vrij, de thuisploeg. Een corner, levert dat dan wat op? Nou, vooralsnog niet. Kan Voorholt nog steeds niet die bal wegwerken uit haar eigen 16. Kan Aalsmeer dan via rechts dan op een voorzet komen? Die komt er ook. En dan is het Meeuwissen die daar goed uit zijn doel komt. Wel ten koste van een blessure. Maar het leed van valt gelukkig mee. Daar dan een overtreding gemaakt door de verdedigers van Voorholte. Komt die bal dan weer voor. Moet Meeuwissen opletten. Daar gaat kopbal. En die gaat dan voorlangs het doel. Kopbal van Luc Valen. De belangrijke spits van de ploeg van Ted Verdonkschot. Aalsmeer dan even in de verdrukking. Daar appel voor Hens. Nou ja, dat zijn altijd van die gevallen. Ja, er wordt wel degelijk Hens gemaakt. En dan is de vraag, waar zijn de armen? Nou ja, in ieder geval Voorholte moet door. Want uiteindelijk gaat het erom dat de bal wel of niet op de stip gaat. Gaat niet door, dus dan moet je gewoon verder. Daar met een prima paasje van Brabant. Wat een kans zegt voor de buitenspeler. Goed weggezet daar door Ivo Smits. Rick Brabander heeft daar terecht een applaus voor over. Nou, had een betere lot verdiend. En Voorholte verzuimt hier eigenlijk om op voorsprong te komen tegen de nummer 1. De ploeg die de eerste klasse zo langzamerhand begint te ruiken. Wat dat betreft daar een schotje uit de tweede lijn van Wendt. Maar dat is krachteloos.
een eenvoudige prooi voor Piet Meeuwissen. Als meer verdedigt dan uit, wordt die bal dan op middenlijn opgevangen. Kan Volte dan weer opzetten via Finn Hooghuis. Dat doet hij goed. Dan de verplaatsing van het spel. Komt Brabander weer in actie. Brabander daar het schot. En dat is een hele aardige poging op Nick van der Wiel. Maar die kan die bal dan uiteindelijk vangen. Aalsmeer via het middenveld, de goede paas daar op Valen. Is daar dan een overtreding van Boek Lichtvoet is de vraag. Nou, daar is de scheidsrechter die daar zijn beslissing heeft gemaakt. En dan is het uiteindelijk buitenspel. Aalsmeer dan weer daar met z'n twee man op de bal. Wordt de bal of de man gespeeld, scheidsrechter zegt, dit is een overtreding. Daar die vrije trap genomen, Meeuwissen redt. Kan dan met moeite worden weggewerkt door Volte. Maar Aalsmeer blijft daar toch wel gevaarlijk. Maar uiteindelijk levert dit dan niets op. Dan het centrale blok met Stijn Bol en Thomas Bakker die de aanval opzetten. Daar een overtreding. Nee, zegt de scheidsrechter van dienst. Dat is de heer Janover. En kan Volte weg aan de linkerkant dan. Komt die bal dan in de 16 en wordt daar Lemmers gezocht. Maar goed geplukt door Nick van der Wiel. Aalsmeer dan in een levendige wedstrijd. Moet gezegd worden, prima steekpaasje daar van de middenvelder. En dan is het Luc Valen die scoort. Ja hoor, een doelpunt van de koploper. Mike van Dam met dat goede voorwerk. Geeft die bal daarachter Boet Lichtvoet. En is het Luc Valen die hier de openingstreffer maakt. Een hele belangrijke speler voor de ploeg van Verdonkschot. Dat is hij eigenlijk al geruime tijd. Zeker ook voor dit seizoen. Ja, dit is een aardige overtreding van Brabander. Ja, het zijn wel overtredingen hoor, die op het randje zijn. En natuurlijk de protesten van Aalsmeer. Brabander zegt van ja, maar goed, ik doe dat allemaal niet bewust. Maar krijgt in ieder geval wel de gele kaart. Lemmers dan. Dan is daar een overtreding begaan. Een vrije trap van Smits. Smits daar achterin wordt die bal dan opgevangen. Weer appel voor Hens. Lijkt me overdreven. Hoe Schot blijft staan. Komt die bal dan weer voor. En dan, dat is net dan overgewerkt door Sam Lemmers. Volte blijft wel degelijk in die wedstrijd. We zitten inmiddels in de blessuretijd van de eerste helft. Met Brabander dan. Ja, dat is ook wel weer een overtreding. Ja, dan kan je zeggen, ik speel de bal. Maar toch wel met heel veel risico. Kijk, nee, dit is geen balspelen. En Mario Koswal vindt daar het zijne van. En zo is het een wedstrijd die vol spanning zit, vol emotie en waar heel veel in gebeurt na dus dat de trieste aanvang van deze wedstrijd. Het zijn nog maar eens gezegd, want dat hakt er nog voorlopig nog even gezien. Dat mag duidelijk zijn. Daar een schot uit de tweede lijn. Goede redding weer van Meeuwissen die daar goed staat te keepen vandaag. Dat moet gezegd. Volte dan aan de rechterkant. Wordt die Jansen weer aan de bal gebracht. Jansen gaat de 1-2 aan met Lemmers. Dat ziet er allemaal heel goed uit. Dan moet dat schot uit de verf komen. En dat gaat helemaal niet ver naast. Goeie poging zeg van Joost Jansen. Aantrekkelijke speler bij de voorhouders. Aalsmeer dan kan er weer uitkomen. Nu aan de linkerkant via Eiken. Brengt die bal naar Luc Valen. Luc Valen daar op links. Dan moet de verdediging opletten. Ja, dan is het Valies. Kelvin Valies die de 0-2 maakt. Ja, eigenlijk staat hij daar bij drie verdedigers. Weet dan precies die ruimte in te lopen. En dan is het een uitstekende paas voor van die spits van Aalsmeer. En kan Valies de 0-2 maken. En is het dan beslist, is de vraag. Halverwege de tweede helft ongeveer. Maar in ieder geval, het mag duidelijk zijn dat Volte het wel blijft proberen. Hier met ingevallen Saleski, Gregor Saleski. Een leuk speler, die ook trouwens aan de kant van de ploeg van de Koswal. Maar wel de redding van Nick van der Wiel. Daar dan aan de linkerkant kan Volte nog wat terug doen in dat tweede gedeelte van de tweede helft. Ze proberen het aanmächtig, dat moet gezegd worden. Smits die daar denkt over te stappen, dat lukt ook wel. Maar gaat Aalsmeer er vandoor. Een onnauwkeurige paas, Meeuwissen kan opvangen. En zo blijft het een wedstrijd waar veel leven in zit. Daar dan met een duelfout, een hensbal. Daar zal de aanvaller niet mee eens zijn. Ja, een slim duwtje, zo moeten we het zien. Maar verder niet zo heel belangrijk. Hier nog even in de herhaling de hensbal na die vermeende overtreding van Boek Lichtvoet. Allemaal gaat Volte dan weer op zoek naar de aanval met die Saleski. Valt goed in, daar aan de linkerkant. Behendige speler. Hij gaat dan het 1-2'tje aan. En daar is een behoorlijke overtreding hoor, van Thomas Bakker. Kijk, hier in herhaling goed te zien. Ja, dat is toch wel met heel veel risico genomen. En dan vrees ik dat daar een rode kaart aan komt. Ja, dat lijkt mij een terechte beslissing. Dat de speler hier er vanaf moet, in dit geval Thomas Bakker. Kan Volte dan tegen 10 man wat uitrichten. Daar met een artistiek hoogstandje
komt niet geheel tot afronding. En dan is er ook buitenspel geconstateerd. Aalsmeer dan weer aan de andere kant van weg. Komt de Voorhoede, kan Aalsmeer weer knallen. En dat is een goed schot hoor van Mike van Dam. Maar die bal komt dan op de bovenkant van de lat uit te draaien. Goed gespeeld van die middenvelder van de waarschijnlijke kampioen. Voorhoede dan dat tot het laatste moment blijft proberen om in die wedstrijd te klimmen. En waarom ook niet? Want met 1-2 zijn er misschien toch weer mogelijkheden. Daar dan gevaarlijke situatie, blond die bal op het dak van het doel. Hoekschop blijft staan voor Voorhoede. Daar de kopbal, dat scheelt helemaal niet veel. Tony Arroyo ook ingevallen, net als Zalewski. Die daar bijna de 1-2 op het scorebord brengt. Zitten we inmiddels in de slotfase van die aantrekkelijke wedstrijd. Dat moet gezegd, daar weer met een luchtduel. Nou, dat ziet er wat koddig uit. Ik denk niet dat er echt sprake is van een grote overtreding. Het spel kan ook gewoon doorgaan. Voorhoede, het gaat waarschijnlijk niet lukken om Aalsmeer van de 8e overwinning op rij af te houden. Daar dan weer met een overtreding. Ja, dat is een vrije trap. Is daar te laat Oliver Rivaj, ooit speler van FC Lisse onder meer. Dan zelt die bal daar over het doel en lijkt het klaar. Hier in de extra tijd voor Voorhoede dat wel degelijk een hele aardige wedstrijd speelt. Maar toch tekort lijkt te komen uiteindelijk. Ivo Spits dan nog met een poging hier beland op de bovenkant van het lat. Nee, het gaat niet gelukken voor Voorhoede om een goal te maken. Laat staan hier aan een resultaat te boeken. En zo eindigt de wedstrijd hier in 0-2. Hoewel Aalsmeer er nog één keer vandoor gaat. Maar dat wordt uiteindelijk in de kiem gesmoord. En zullen de felicitaties uit moeten gaan van Mario Koswel naar Ted Verdonkschot. Het is en blijft 0-2 in Voorhout.